4 jaar geleden ben ik hier begonnen met een kinderboerderij. Toen was het nog geen kinderboerderij. Toen was het alleen hobby. Langzaamaan, kippen, konijntjes. Er kwam een geitje bij, er kwam een dit bij, er kwam dat bij. En toen dacht ik, hé, waarom geen kinderboerderij? Voor de Griekse kinderen is het een ideaal. Die weten zo weinig van dieren en verzorging van dieren af. Dan zou ik 2 vliegen in 1 klap zijn. Want de kinderen, alleen de toeristenkinderen, dan ben je zondag, zomers alleen bezig. En met de Griekse kinderen probeer ik dus ook in de winter te overbruggen. Zodat ze iets meer begrip krijgen voor dieren. Dat eenden en kippen en konijnen en geiten niet alleen zijn om op te eten. Dat je er ook mee kan spelen, dat je ze kan verzorgen, dat je er, als je er goed voor bent, dat je er plezier van terugkrijgt. Dus dat is de oorspronkelijke opzet. Ik vraag dan 3 gulden intree. Dat gebruik ik voor het voer en probeer ik te sparen om wat leuke beesten bij te kopen. Want voor een boerderij heb je aan geitjes en een bokje en een schaapje. Voor een kinderboerderij, kinderen zien graag mooie beesten, dus meer beesten. Vandaar mijn struisvogels, mandarijneentjes, carolina-eentjes. Kosten allemaal veel geld en daarom die intree van 3,5 gulden. Dag allemaal! Hallo! Even voor je loslaten. Waarom?
is hartstikke lief. Het is maar 4 maandjes, het is een babytje. Die heeft tot een paar weken geleden de fles gehad. Kom maar, Domino. Hij zit alleen in dat hok omdat hij zo stout is. Maar, kom er maar uit, Domino. Erra. Kom, gaan we naar de kindertjes toe. Domino. Ga er terug zo hok in. Dadelijk kan je eruit. Hij is op zoek naar geranium. Daar zit hij erin. Domino. Ah. 15 jaar geleden kwam ik hier als toerist. Toen was de situatie nog veel erger. Er zit vooruitgang in. Maar het blijft anders als bij ons thuis. Ze gaan gewoon anders met dieren om. Voor hen, als je de kinderen bijbrengt, wat je steeds probeert, dan moet er een verandering in komen. Het is niet genoeg om naar dieren te kijken en dan als iemand zich omdraait om de gouden stok tussen het gaas te duwen. Ganzen opjagen. Noem maar op. Kinderen gaan katten, honden, daar moet naar geschopt worden. Ik weet niet waarom. Ik bedoel, het zal in Holland natuurlijk wordt er ook een hond aan een boom gebonden voor de vakantie. Maar het is niet te vergelijken met hier. Mensen gaan hier heel anders met dieren om. Zien de dieren heel anders. Een dier hier is of eten of heeft een functie. Je hebt hier geen dieren voor je plezier. En dat probeer ik aan met de kinderen hier. Dieren voor je plezier. Gewoon om van te houden. Je ziet hier geen kinderen met een marmotje of met een rat of met wat. Dat kennen ze gewoon niet. Veel kindertjes zijn hier. Hij heeft meer interesse in de kinderen als in de smaak. Dit is Pieter, dit is Arthur. Dit is het moedertje. Nee, dit is het mannetje en dit is het meisje. Jullie zijn een beetje op elkaar verliefd. Ja. Nee, de grote hem niet. Ja, hè. Kan die goed mee lopen, jongens. Laat hem eens lopen. Heet ook Jan, hoor. Hou vast. Met 2 handjes. Zo, hier beneden. Met 2 handjes. Als je meer kijkt, dan ben je zo. Heet ook Jan, hoor. Wie volgt? Wat een kleine. Ja, vind ik niet op. Wat een kleine kinderboerderij. Proberen in de winter de scholen hierheen te krijgen.
Dan ga ik in september naar Heraklion. Daar zit een gemeenschap waar alle leraren in een soort vereniging hebben. En daar ga ik proberen te praten om de scholen hierin te krijgen in de winter. Dus nooit zonder intrek. Dat ze in ieder geval leren dat een dier, dat ze, hoe ze met dieren om moeten gaan. Het valt heus niet altijd mee om het zaakje draaien en te houden. Je hebt hier geen subsidies, geen donaties, geen dierenbescherming, helemaal niks. Je hebt je voer, wat echt veel kost per maand. Onder de 500-600 gulden aan droogvoer alleen stop ik het niet. Iedere week heb ik zo'n beetje 50 gulden aan groen, aan vers groenvoer. De dokter twee keer in de maand, dierenarts die komt langs, kijkt wat er nodig is. Er moeten vitamines, daar moet wat antibiotica, daar is wat aan de hand. Alles bij elkaar is het echt niet zo makkelijk. Dus die 3,5 gulden zijn niet om in mijn snoeppotje te stoppen, geloof dat maar rustig. Niet zo grappig voor mij. Zullen we eindigen? Er zijn nog leuke dingen, andere dingen te doen als waterballet, hè? Ik ga maar zitten. Ik kom aan. Ik ben niet zo goed hoor. Ik ga zitten.